Bergen, Herbergen. Dat was een speciale klas. Dat was daar zesde klas van de lagere school. Er waren meerdere zesde klassen van de lagere school. En één daarvan die was bestemd voor de seminaries. En dat was natuurlijk een beetje om in het gebied van het bisdom, West-Brabant en Zeevlaanderen, van toen, om daar wat gelijk niveau van toelating tot het seminarie te bereiken. Dus vandaar dat de bisschop Hopmans het standpunt innam. Laat de pastoors aan de mensen aanbevelen dat ze jongeren die naar het seminarie willen, dat ze die een jaar van tevoren al naar Harbergen laten gaan. Dat was een concreet beleid van die tijd. Vanwege de ongelijkheid van de schoolprogramma's in het hele gebied van Bisschop. Ja. Maar het feit dat u zelf naar Harbergen ging, impliceert dat u toen al het gevoel had van ja, dat is wel iets voor mij. Het was dus, ik heb dus uiterlijk, toen ik een jaar of 10 was, dat aanhangig gemaakt, zal ik maar zeggen, of mijn ouders, bij de pastoor van de parochie. U kwam terug uit Harbergen na een jaar, en u bent toen een klein seminarie gaan studeren. Hoe was die sfeer? Het was een veel vrijer leven dan in de kostschool in Harbergen. Ik vond het bevrijdend. In welk opzicht? De algemene atmosfeer was zo, dat was natuurlijk, de Huiberg was toch eigenlijk, het was meer een straf gereglementeerd regime daar. En dan dingen gingen veel vrijer met de jongens om. We werden veel meer aan ons eigen lot overgelaten eigenlijk. Je had alleen kerst en paasvakantie en een grote vakantie. En je mocht bezoek ontvangen, hè, op bepaalde dagen. Op het seminarie. Maar was dat dan per definitie voor iedereen een intern opleiding? Ja. Iedereen? Want, ja. Waarom was dat? Omdat ze tegelijkertijd niet alleen les wilden geven en een theologische vorming geven, maar ook een religieuze vorming die op het priesterzijn georiënteerd was. Hè? Ja, nou, ik kom dat ook een beetje voor de dag, helaas. Op een heel ongunstige wijze door het seksueel misbruik wat er met name bij de mannelijke internaten gebeurd is. Maar dat was natuurlijk in strijd met de eigenlijke opzet van die scholen. Er was een speelplaats, daar werd cricket gespeeld, daar werd volleybal werd er gespeeld. Dit soort zaken. Maar er waren wandeldagen, maar men heeft toen beseft in de leidinggevende kring, in de tijd dat ik daar student was, dat het onvoldoende was. Toen heeft men gegrepen naar de padvinderij. En die is toen op het seminarie ingevoerd. En die heeft concreet vorm gegeven aan de vrije tijdsbesteding. Op de manier van de training van de verkenners. De katholieke afdeling van de padvinderij die heette het verkennen voor jongens. En dat was dus in mijn tweede deel. Ik ben zelf niet bij de verkenners gegaan. Dat was ook, dat had de financiële reden. Omdat dat bracht echt een uniform en echt andere echte kosten met zich mee. Dat kon er niet af. Er werd niet over padvinders gesproken, maar er werd over verkenners gesproken altijd. In katholieke kring. Dus de initiator is geweest Honoré Adriaanse, dat is een surveillant. En die kreeg de medewerking van diverse docenten. Ja. Die groepen hadden en die ook met deze verkenners kampeerden in de zomervakantie. Er was een toneel, werd er gedaan. Er is ook een toneel geschreven soms door Frenke, dus de latere stichter van de catechisten. Die is Nederlands leraar geweest daar en die heeft ook toneelstukken geschreven. Dat is ook een broeder van Huibergen. Die toneelstukken schreef van historische aard en zo, maar dus er werd toneel opgevoerd.
Dat was een mogelijkheid van musiceren, die was mij niet weggelegd, om telkens dezelfde reden. Ja. Dat, dus we hadden thuis geen instrumenten en ja, ik heb er dus nooit een bespeeld. Maar ik presteerde niks op toneel, ik kon het niet. Het lukte mij niet. En ook het voetbalveld, dat was een voetbalveld. Daar presteerde ik ook niks. Dus daar ben ik mee gestopt, met alle twee. Ik heb scheermakers, die heb ik als Nederlandse leraar meegemaakt. En die had dezelfde streek als Frenke, dus zich niet houden aan het schoolsprogramma, maar in de vrije sector opereren. Hè. Ja. Ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment zei dat als we op zijn mond niet hielden, dan ging hij voor straf ging hij het schoolboek voor de dag halen. Maar dat waren die vrije geesten, die Frenke ook was eigenlijk. Ja, die hebben natuurlijk toch heel veel overgebracht. Liefde voor het geschreven woord, voor het toneel. Maar die waren zelf niet in staat om klassiek les te geven aan de hand van boekjes. Deze mensen. Van 35 tot 41 was mijn programma op het Groot Seminarie. Dus de eerste twee jaar hoofdzakelijk wijsbegeerte. En de laatste vier jaar theologie, maar dat liep een beetje door elkaar wel. Er zaten dan theologische lessen in de eerste twee jaren en ja. Ook. En dan woont u inmiddels in Hoeve? Dat was in Hoeve, ja. En dat was een veel vrijer leven in Hoeve. Daar had je een echte eigen kamer. Ik herinner mij dat ik van mijn moeder wel eens gehoord heb dat ik zo stil was. En dat kwam omdat het tegen het einde van het seminarie, van die klein seminarietijd, dat ik nog steeds geen uitzicht had op het kunnen voortzetten in het groot seminarie. En dat heb ik met de pastoor besproken, dat ook mijn ouders het geringe kostschool geld niet betalen konden. En de pastoor van de parochie, die had enkele vermogende parochianen en die ging daar het geld halen wat ik dan van hem kreeg en waarmee ik mijn kostgeld betaalde. Ja. Hij heette Antonius. Maar ik had een klasgenoot en die was in een andere parochie, een sacramentsparochie. En die pastoor die interesseerde zich daar niet voor en die nam een toevlucht tot, die ging naar het klooster, naar de Franciscanen, en daar hoefde je niet te betalen. Kon je zo winnen.